er zitten in elk vliegtuig wel mensen die het met zo'n deportatie oneens zijn. Er hoeft maar één iemand op te staan. En wat ik heel hoopvol vond aan dit filmpje, is dat het, dit wordt enorm verspreid. De hele wereld gaat het over. Honderdduizenden mensen hebben dit gezien. Ja, precies. Al die mensen die dit zien, die kunnen misschien hierdoor een soort zelfverzekerheid ontwikkelen om ditzelfde te doen. En er zijn natuurlijk, nou, als je kijkt vanuit Nederland, nou, waar gaan die vliegtuigen naartoe? Die gaan naar Istanbul, die gaan naar Delhi, die gaan naar Dubai. Dat zijn plaatsen, zeg maar, waar vaak vluchten naartoe gaan met vluchtelingen aan boord. Vluchtelingen zitten altijd achter in het vliegtuig. Dus wat je zou kunnen doen als jij toevallig naar zo'n land gaat, zorg dat je een stoel hebt een beetje achterin, kun je het zien. En ga staan. En hoe herken je ze dan? Er zit altijd een man of 8 marechaussee omheen. Acht mensen marechaussee? Ja, dat is echt normaal. En vaak in burger, maar je merkt het echt wel als het niet oké is. Dus je ziet het wel.